Mijn man is 2 maanden geleden overleden na een lange tijd dement te zijn geweest. Ja, de vraag is altijd, wanneer realiseer je dat er iets aan de hand is? Nou, waren wij altijd heel open tegenover elkaar. En we hebben eigenlijk ook altijd alles kunnen bespreken. En dit ook. Dus op een gegeven ogenblik, eerst was er wel irritatie, want dan was er natuurlijk alles van alles wat mijn man vergat. En ja, dan was ik boos. Ik denk, nou vergeet maar, op een gegeven moment toen zeiden we, dit is niet gewoon. En als je dat nou eenmaal weet, dan ga je natuurlijk dingen heel anders organiseren. En dat is ook eigenlijk wat moet bij deze ziekte. Je moet durven toegeven aan elkaar. Dementie is heel veel erger dan je als leek denkt, omdat je allemaal natuurlijk wel hebt gehoord van vergeetachtigheid, iets wat sowieso bij de ouderdom hoort, en dan een beetje meer vergeetachtigheid. Maar het is in feite een vernietigende ziekte die iemand tot een ander mens maakt, die niet zozeer vergeetachtigheid oplevert, dat is het begin. Maar daarna komen echt hele grote psychische problemen in de orde van totaal onveilig zijn. Niet weten wat je met je bestaan moet. Niet weten wie je bent, niet weten waar je bent. Alles uit je handen zien glippen. Geen controle hebben over de dingen die om je heen gebeuren. Wat met jezelf doet, is dat je eigenlijk, ja, je hele relatie in elkaar ziet storten. Er loopt nog wel iemand in je huis rond van wie je heel veel houdt, maar alles wat de relatie tot een relatie maakt, dat wordt langzamerhand afgebroken. De relatie gaat, die oorspronkelijk bij ons in ieder geval heel, heel erg wederkerig was, die wordt natuurlijk heel eenzijdig. Iemand verandert in een hele zielige, wanhopige, zieke, onzelfstandige persoon. En zo nu en dan, dat was in mijn situatie echt buitengewoon pijnlijk. Maar ook soms weer even hoopgevend bleek mijn man nog sommige dingen heel goed te begrijpen. En kwamen ook nog tekenen van zijn hele leuke oude zelf naar boven. En ja, dat waren altijd een hele ambivalent moment, waarbij je aan de ene kant heel blij was dat nog kon. En tegelijk ook dacht, ja, wat moet hij niet allemaal meemaken als hij dit nog allemaal begrijpt. Dus ik moet zeggen, het kan niet overdreven worden hoe dramatisch dit is voor de partner. Het is een en al rouwen. Dit hele proces van het meemaken van het verval van iemand die aan dementie lijkt, is, ja, dat is een voortdurend nieuw rouwproces. Elke keer vallen er weer stukken weg. Elke keer zie je weer dat er dingen niet goed gaan die eerder wel goed gingen. Ik heb zelf toch vaak ook in het openbaar gezegd dat ik vond dat je bij deze ziekte toch echt 3 keer rouwt. En ik kan het nu ook bevestigen dat zo is, omdat mijn man inderdaad nu overleden is. Eerst rouw je vanwege de ziekte zelf, dat hij de persoon om wie het gaat, van wie je houdt, zo vreselijk verandert. En vervolgens, wat ik ook als zeer traumatisch heb ervaren, is de opname in het verpleeghuis. Dat is nu ongeveer 1 jaar geleden, dus 10 maanden voor zijn dood. Hij is na de opname nog 7 maanden thuis geweest. Maar de eerste ziekte, dan de opname in het verpleeghuis en dan uiteindelijk het overlijden. Het is één groot rouwproces. Mijn man heeft tot vrij laat in de ziekte mij wel herkend. Pas de laatste maanden wist hij toch niet meer of ik nou zijn vrouw was. Ik denk dat hij het eigenlijk niet wist. Dat hij dacht dat ik zijn zusje was, zijn oudste zusje. Hij riep ook vaak de naam van zijn oudste zusje. En hij zei ook vaak moeder tegen mij. Hij dacht aan zijn moeder, hield heel erg van zijn moeder, is vrij jong overleden. Dat was pijnlijk. Dat was zeker pijnlijk. Maar de volle map van het inzicht in wat er met ons aan de hand was, wat hij soms ook had, dat was minstens even pijnlijk. Want
Hij vroeg regelmatig, zeg maar eens in de 6 weken, zei hij, wat is er nu eigenlijk allemaal hier aan de hand? Zeker later toen er ook veel verzorgsters over de vloer waren en natuurlijk hij mij altijd aan het organiseren zag en altijd bezig en dingetjes doen en dingen zeggen dat hij bepaalde zaken niet mocht doen. En dan zei hij, wat is er dan toch? En dan zei ik, je bent ziek, je hebt...